Welkom bij de derde aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee. In deze vijfdelige serie ben ik op zoek naar allerlei vormen van burenhulp. Van gezellige straatactiviteiten tot het zorgen voor een zieke buurman of buurvrouw. Naar straten waar bewoners hun lief en leed delen en elkaar waar nodig een handje helpen. Vanavond gaat Lief en Leed van Op Zomer Mee over aandacht voor ouderen. Een belangrijk onderwerp, want er is heel wat eenzaamheid in de stad. De helft van alle Rotterdammers voelt zich eenzaam en dat percentage is onder ouderen zelfs nog hoger. Om erachter te komen hoe actieve bewoners de eenzaamheid onder ouderen in hun straat aanpakken, ben ik terechtgekomen bij Roeza in de Van Rijnstraat in Krooswijk en Stella en haar buren aan de Anatole Fransplaats in Ommoord. Hoe kwamen jullie erachter dat sommige ouderen bij jullie in de flat wel een beetje hulp of aandacht konden gebruiken? Eigenlijk door onze huismeester, die aangaf dat er sommige mensen wel eens beneden in de hal stonden te wachten op een praatje en dergelijke. En we hebben dat opgepakt. En ja, tot nog toe met heel goed resultaat. Het loopt allemaal van een leien dakje, laat ik het zomaar zeggen. We bellen gewoon aan en sommigen bellen we van tevoren, want die vinden het dan niet prettig. We hebben bijvoorbeeld een blinde dame waar we regelmatig naartoe gaan. Maar die doet natuurlijk niet zomaar de deur voor iedereen open. Dus daar gaan we dan heen. En we proberen ook om de dames bij elkaar te brengen. Dus zeg maar bij de ene te gaan koffie drinken en zeggen, joh, vind je het leuk om morgen mee te gaan naar een andere oudere dame, en zodat ze ook bij elkaar op bezoek gaan. En dat is eigenlijk onze insteek. Dus in eerste instantie gaan we mee. Later hopen we dat de dames bij elkaar bezoeken. En dat lukt aardig. Gebeurt het nou ook wel eens dat je ergens aanbelt en dat iemand helemaal niet zo enthousiast is bij het open doen van de deur? Dat gebeurt ook. Dat mensen niet geïnteresseerd zijn. En dat respecteren we dan. En dan laten we ze voor de rest met rust. Tilly, jij bent een van de oudere bewoners van deze flat. Maar ik begrijp dat jij je ook bekommert om een van je medebewoners. Ik probeer zoveel mogelijk contact te hebben met verschillende mensen. En dat is gewoon gezellig. Begreep ik dat je met een van de buren ook aan het puzzelen bent geslagen? Was dat altijd al een hobby van je? Dat is altijd een hobby geweest en ik doe dat heel graag. En die andere mevrouw doet dat ook de hele dag. Dus we vullen elkaar aan. En werken jullie dan allebei aan dezelfde puzzel? Ja, wat zijn die twee, weet ik misschien. En zij schrijft. Hoe weten mensen nou in deze flat, want jullie zijn alle drie actieve bewoners, hoe ze jullie kunnen bereiken? Nou, Mario en ik zijn natuurlijk het Lieve Leedteam. En onze 06-nummers die staan in de lift en in de hal. En als iemand het weet en die zien elkaar, dan zeggen ze, oh, ik geef jou even Stella de nummer of Mario de nummer. En zo gaat het van mond tot mond. En dan horen we wel eens een keertje van, oh, ik wil dit of dat, of ik ben zo alleen of ik voel me niet lekker. Nou, dan gaan we even langs. Dan overleggen we even wie er gaat of we gaan samen. En doen jullie ook dingen voor mensen die hier nieuw komen wonen? We hebben een ontvangstcommissie. Dat doet iemand anders dan. En die gaat bij de mensen langs met een flesje wijn. En dan is er ook nog een map met allerlei dingen die belangrijk zijn van de flat en de omgeving. En zo verwelkomen die mensen dan de nieuwkomers. In het begin, toen jullie net aan opzomeren deden, hebben jullie vooral voor moeders en kinderen gedaan. Maar nu is er ook meer aandacht voor ouderen. Waarom is dat en hoe doe je dat? Nou, wij zijn eerst begonnen met de vier straten om het binnenterrein. En de bedoeling was om vooral moslims, vrouwen, naar buiten te krijgen. Als iets hier feest is, zie je alleen maar achter de gordijn kijken. Na een paar keer. Ze waren als eerste. Wat doen jullie hier voor ouderen speciaal? Gewoon hier samen zijn met mooie vier. Zijn ze allemaal welkom hier. Die stoel, hè, staat bij mij meestal in de tuin. Zij weten, mijn deur is open. Neem de stoelen, zit hier met kleinkinderen.
kindertjes spelen, de vrouwen praten met elkaar. Hoe weet je nou bij welke ouderen je moet zijn? Als je denkt van, ja, dat gaat misschien niet goed. Of als je vermoeden hebt dat het met iemand niet goed gaat. Ja, hoe weet je dat? Als je de mensen weinig op straat ziet, 1 keer in 10 dagen struikelend op straat lopen, dan weet je dat je hulp nodig hebt. En dan ga je even aan de bel trekken. Ja. Doet iedereen altijd open? In onze buurt wel. Ja hoor. En bij het benaderen van oudere mensen, hè, maakt dat dan nog verschil uit welke cultuur iemand komt? Is dat anders? Benader je Nederlandse ouderen anders? Heel anders. Je hebt hier echt een multiculturele wijk. Met heel veel nationaliteiten kom je gewoon op straat. Maar 1 of 2 culturen wil niks mee te maken. Vooral de ouderen. Hebben jullie als actieve bewoners ook contact met mantelzorgers van mensen of met de professionals in de wijk? Nee, helemaal niet. Nee. Zou je ze weten te vinden als het nodig is? Als het nodig is wel, maar familie, buurt, die hebben altijd oogje op iemand die hulp nodig heeft. De gemeente Rotterdam is begonnen met een project om iets te doen aan de eenzaamheid onder ouderen. Komt dat hier in de buurt ook voor, ouderen die eenzaam zijn? Ja. Maar ik heb dat altijd gezegd tegen wooncorporatie, tegen gemeente. Dat zijn meestal ouderen die 3 hoog wonen, een rollator in huis gebruiken. Ze komen niet naar beneden omdat het onmogelijk is. Benedenwoningen worden verhuurd aan jonge mensen die geen bal, sorry, doen aan de tuinen. Die is verpauperd. Dat is doorn in mijn oog. Geef die ouderen van 3 hoog benedenwoning met een tuintje. Dan is hij gelijkvloers. Dan is hij zo op straat. Dan is hij zo in de winkel. De professional die vanavond op de gesprekken met de actieve bewoners reageert, is Marijke de Vries, manager van het programma Eenzaamheidsbestrijding van de gemeente. Ha Marijke, wat vind je van deze ouderenzorg door de buren? Dag Yvonne. Ik vind het natuurlijk hartverwarmend. Dit is precies wat we nodig hebben in Rotterdam. Mensen die naar elkaar omzien, mensen die aandacht hebben voor elkaar. Als je realiseert dat de halve stad zegt, ik ben matig tot ernstig eenzaam, dan begint het toch heel erg bij hoe je met elkaar omgaat in je wijk en in je straat en in je buurt. Belangrijk is wel dat op het moment dat er dingen aan de hand zijn die echt professionele zorg nodig hebben, dat wij dan als gemeente er zijn om dat te bieden. En dat we elkaar ook weten te vinden. Hè? Dat zo'n actieve buurtbewoner dan ook weet waar die terecht moet. En wat vond je van het tweede filmpje? Nou, in het tweede filmpje, ja, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde op straatniveau. Dus ik vind het ook heel leuk dat jong en oud daar elkaar ontmoeten. Want dat is natuurlijk toch vaak, als oudere, je hebt geen kleinkinderen, iets wat je kan missen. Dus dat vind ik heel leuk. En die mevrouw stipt ook wel iets belangrijks aan, woningtoewijzing en hoe gaan we in deze stad met woningtoewijzing om aan. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Gelukkig heb ik een collega die heeft ook een actieprogramma dat heet Langer Thuis. En daar wordt aandacht besteed aan dat soort problemen. En hoe kunnen we nou zorgen dat de goede mensen in de goede woningen komen in Rotterdam. Wat vraagt Rotterdam van haar bewoners als het om zorg, hulp of gezelligheid gaat? Nou, we hebben natuurlijk de mensen in de straten en buurten en wijken heel hard nodig om aandacht te hebben voor elkaar op te zoeken. En zo nodig ook te signaleren als het met mensen niet goed gaat. Zodat wij vervolgens als gemeente daar de dingen aan kunnen doen die we daaraan moeten doen met zorg en met welzijnsinstellingen. Dus we hebben mensen nodig die aandacht aan elkaar besteden, maar ook mensen nodig die signaleren als het niet goed gaat met mensen in een wijk, zodat we daar op een goede manier op kunnen reageren. Je moet het als gemeente natuurlijk wel in de gaten krijgen en daar hebben we die ogen en oren op straatniveau hard voor nodig. Marijke, bedankt voor je reactie. Tot zover de 3e aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee over het belang van burenhulp bij de bestrijding van eenzaamheid onder oudere Rotterdammers. Volgende week gaan we naar straten die net iets verder gaan met het helpen van en zorgen voor de buren. Maar nu gauw naar Marjolein. Hallo Yvonne, daar ben ik weer in de hal van de bibliotheek. En natuurlijk ga ik zo meteen weer voorbijgangers vragen naar hun betrokkenheid op het gebied van lief en leed bij hun eigen straat.
En natuurlijk met het lief- en leedmetertje van Op Zomer Mee. In mijn straat bezorgen bewoners elkaar bij huwelijk of geboorte een leuke attentie. Is dat ja? Misschien? Of nee? Dat gebeurt wel. Ja. Dus een bosje bloemen? Nee. Ja, dat heb ik al eens gedaan. Ja. Alleen die elkaar echt kennen en affiniteit samen hebben, dan doen het wel. Het is echt niet zo. Iedereen woont voor zichzelf waar ik woon. De directe buren wel. Niet iedereen, maar heel veel die ken ik van vroeger dan nog. Dus daar ga ik nu ook nog wel mee om. Dus daar kom ik wel op verjaardagen. Ja, dat is wel overkomen ook. Dat is wel gebeurd. Ja. Oké. Okay. Dat is wel de fijne straat tot nu toe. Ik woon er al lang en ik ben erg tevreden. Mijn dochters die krijgen elke keer geld als ze jarig zijn. Zelfs als ze jarig zijn? Ja. Van de hele straat of van de buren? Van een paar, ja. Nou, zelf ben ik erg van de attentie, want een paar jaar geleden, die mensen zijn inmiddels ook alweer verhuisd. Toen was er een klein jongetje geboren, ja, ze zijn al licht klein. En altijd kleine jongetjes die geboren worden? Ja, toen heb ik een kaartje in de bus gedaan en toen heb ik er €2 opgeplakt als zijnde postzegel.